de afdelingen onderwijs, binnenland en inspectie VOJ van het ministerie van Onderwijs zijn vanmorgen aangedaan door een dief. Voor de afdeling onderwijs binnenland is dit de tweede keer voor deze week dat de onverlaat heeft ingebroken. Het was duidelijk dat de dief op zoek was naar geld, maar dat niet heeft gevonden. Alle tekenen wezen erop dat hij zeer waarschijnlijk via de vliering zich toegang had verschaft tot het gebouw. De financiële man van de afdeling binnenland, Deodat Koulisser, geeft aan dat hij afgelopen maandag geconfronteerd is met de eerste diefstal. Op mijn bureau had ik een enveloppe eerst opengemaakt en die stuk lag op het bureau. Netjes gezet. Daar heb ik mijn chef gebeld. Mijn chef heeft gezegd, ze gaat niet komen. De politie bellen. Ik heb de politie gebeld gisteren en gisteren is de politie zou langskomen, maar ze zijn niet geweest. En vandaag ben ik ook binnengekomen. Ik heb de deur opengemaakt. Ik ben naar binnen gegaan. Ik zag de deur van mijn chef openstaan. De filekast was open, alles. Ze hebben al oude laptop weggehaald van ergens en op het bureau gezet van mijn chef. Ik ben in mijn kamer gegaan, ze zijn in mijn laden gegaan. Ze hebben al die stukken van me weggehaald en op het bureau gezet. En achterop zijn we gegaan. Ze hebben die kasten overhaald en alles daar zo. En achterop hebben ze niks gedaan. Hè? Ze hebben wel, ik zag wel een teil met water. Misschien is hij daarin gaan baden enzovoorts, ik weet het niet. Koulisser gaf verder aan dat de dief waarschijnlijk ook via de vliering is gekropen naar de afdeling inspectie. Daar zijn kasten opengebroken en laden doorzocht. Hij benadrukt dat er geen geld op de kantoren wordt gehouden. Dit is de derde keer dat de afdeling onderwijs binnenland wordt geplaagd met een diefstal. Het is de derde keer. De tweede keer zijn ze gekomen. Ze hebben de computers en alles meegenomen. De computers en alles meegenomen van ons, ja. Wat doet afdeling onderwijs binnenland? We zijn bezig, we houden zich bezig met coördineren van de klascentrum van Albina en Brugge-Pondel. En wij zijn bezig ook met de toetswerk van onderwijs binnenland. Die moet verstuurd worden naar binnenland enzovoorts. En ophalen van de toetswerk als het gemaakt is. En de uitslag van de toetswerk ook bezorgen voor de... Ja, ja. Daarmee houdt deze afdeling zich niet inschrijvingen en dat soort zaken? Nee. De politie is vandaag geweest, wat hebben ze gezegd? Ze hebben niks gezegd, ze hebben alleen gekeken en ze hebben niks gezegd en ze zijn weggegaan. Maar jullie vermoeden is dat die dief of zo zich op de vliering bevindt. Is de politie daar gaan kijken? Nee, de politie is niet in de vliering geweest. Dat is dus Deodat Koulisser van de afdeling onderwijs binnenland van het MINOC. Het hoofd van de afdeling inspectie VOJ wilde niet in de publiciteit. Echter heeft de dief een onsmakelijke boodschap voor de afdeling achtergelaten.